Voor ons wedstrijd tegen PEC Zwolle was een nieuwe teleurstelling. Hoe heb jij de wedstrijd ervaren? Ik denk dat als je dat terugkijkt, daar blijf ik bij wat ik gelijk na de wedstrijd heb gezegd, dat het natuurlijk een onnodige nederlaag is geweest. We hebben ook wat beelden geselecteerd om de jongens ook te laten zien dat er ook wel hele goede dingen zijn geweest. Hè. We kunnen alles nu in het negatieve gaan trekken, maar daar wordt niemand beter van. En ze hebben ook wel weer hard gewerkt ook. Alleen ja, er zijn altijd fases in een wedstrijd, dat moet je voelen. En dat heb ik wel een klein beetje gemist in deze wedstrijd, maar ook wel daarvoor. Het besef van nu kun je een tegenstander echt op de knieën krijgen en dan moet je dat doen. En ja, als je dat nalaat en je geeft de tegenstander weer lucht om in de wedstrijd te komen. En ja, dan maak je het jezelf onnodig moeilijk. En ja, dan ga je uiteindelijk ook nog ten onder in de 78e minuut. Dan krijg je de tweede tegen. En ja, dat is een totaal onnodige nederlaag. Het heeft natuurlijk ook te maken met echt gewoon 100% geconcentreerd blijven, 95 minuten lang. Nou, je kan geen enkel moment verslappen in de situatie waarin wij zitten. En dan valt dat in deze fase allemaal niet onze kant op. Ja, dat moeten wij accepteren en daar moeten we mee omgaan en proberen om dat om te buigen. En, ja, natuurlijk komt er veel bij kijken. De jongens krijgen kritiek, wij krijgen allemaal kritiek en dat mag ook. Want als je met ADO daar staat waar je staat, ja, dat is beneden onze stand. En ja, we presteren niet goed en we presteren slecht. Dus dan moet je dat een plek geven met elkaar, over praten, beelden laten zien. Proberen hier met z'n allen uit te komen, bij elkaar te blijven. Het zijn al die clichés en hard werken. Op de training ja, kan ik daar weinig van zeggen. Ze doen hun uiterste best. En, ja, het is op dit moment even niet genoeg en het is ook niet goed genoeg. Het is voor mij ook nieuw. Ik heb nog nooit zoveel verloren in mijn leven als nu in deze fase bij ADO. En, ja, dat hakt erin, en dat doet iets met je. Natuurlijk wil je dat het anders gaat en ja, moet je daar alles aan doen. En zijn we natuurlijk ook bezig om elke week toch weer met het juiste gevoel aan zo'n wedstrijd te beginnen. En zo ook natuurlijk tegen Vitesse. Verhoek zoeken en daarin komt Matas. Prima goal. Messi komt net niet aan. Dit is Hooibal, van richting veranderd en op de deknoot. Verder weg het succes zoeken bij El Yaati en die loopt hem binnen. En dan staat het 1-1. El Yaati schuift hem voorlangs. De wedstrijd van vorig jaar is misschien een mooi voorbeeld. Eigenlijk had je daar met 1-2 kunnen winnen. Vind je dat ook een mooi voorbeeld voor deze wedstrijd? Ja, ik herinner me dat ook toen was Vitesse de favoriet, zoals ze dat altijd zijn thuis, logischerwijs. En, ik weet dat we de wedstrijd toen hebben gekanteld. De eerste helft was voor Vitesse 1-0 achter Matas volgens mij en Nasser met de gelijkmaker en daarna een sterker ADO die ook de wedstrijd daar had kunnen winnen nog. Dat gebeurde niet, het werd 1-1 en dat was toen een verdienstelijk gelijkspel. En, ja, nu zou je zeggen op voorhand dat je daarvoor moet tekenen, maar ja, dat zit ook niet in me. Ik ga toch naar Vitesse voor 3 punten. En ik weet, dat klinkt misschien heel raar in deze situatie, maar ja, dat zit toch in me. Ik ga op voorhand geen genoegen nemen met een punt. Hoe lekker zou het zijn? Ja, het zou heerlijk zijn en ook voor de gasten die er toch gewoon elke dag alles aan doen. Alleen het ene jaar is het andere niet. En, ik kan altijd gaan zitten klagen of zitten zeuren over we hebben dit of dat niet. Maar we moeten met de huidige groep moeten we het beter doen zoals we dat nu doen. En ja, daar gaan we weer voor. Is het dan zaak om jongens ook vertrouwen te blijven geven of kunnen we misschien ook wisselingen verwachten? Nou ja, kijk, het is logisch dat je daar elke week naar kijkt. En natuurlijk neemt de kritiek ook toe en ook van de buitenwacht. Maar wij werken iedere dag met de spelers. En geloof me dat we heus wel kijken wat het beste is voor dit huidige ADO. Maar ja, je moet ook eerlijk zijn. Het is niet zo dat we een blik open trekken en dat er dan in één keer 5, 6 anderen in kunnen die het beter doen. Dat is op dit moment niet zo. En daar ben ik zelf ook natuurlijk kritisch op, intern. Maar het is niet zo dat ze in de rij staan en dat ze dan het beter doen dan de huidige.